Ja, we staan toch voor het rooien. Oh ja, ik heb een column geschreven voor Web Designer Magazine. Ja. Die is van de week, kwam dat blad uit. Dus die column staat nu ook online. Dat is het fysieke blad, toch? Ja, papieren blad. Ja. Maar de column staat ook online, dus je kan er naar linken. Oké, okay, cool. En ik heb hem ook op mijn eigen site gezet. Ik heb hem ook vertaald. Ah, oké. Okay. En dat gaat erover dat ik mis de invloed van kunstenaars op het web. Ah. Ik vroeg me een tijdje af van waar zijn die kunstenaars nou eigenlijk op het web? Weet je, je hebt wel galeries die papieren kunst verkopen. Ja. Of je hebt allemaal portfolio's van kunstenaars. Weet je, fotografen die hun werk showcasen, dat soort dingen. Ja. Maar je hebt geen kunstenaars die zich bezighouden met het medium web. Nee, precies. Je hebt wel wat mensen die toffe dingetjes maken met JavaScript of met Flash. Met Flash had je dat vooral heel veel. Ja, gave obscure animaties. Ja. Hoe heet het? Ja, maar websites. Weet je, je had met alle nieuwe media, als die eruit kwam, dan werd die echt wel beïnvloed door kunstenaars. Kunstenaars gingen ermee spelen. Die gingen kijken wat ermee kan. Die gingen de grenzen opzoeken. En op het web ontbreekt dat op de een of andere rare manier. Kunstenaars houden zich niet bezig met het medium web. Onderzoeken niet wat daarmee kan. Nee. En waar zou dat aan liggen? Denk je dat de techniek te moeilijk is geworden of zo? Ah nee, want ze deden ook Flash. Maar een paar dan misschien. Ze zaten ook te spelen met chemicaliën om films te ontwikkelen. En ja, dat soort dat dingen. Is waar, dus, ja. Ik denk niet dat het over moeilijk. Eén banale verklaring is natuurlijk, valt geen geld mee te verdienen. Uh-huh. En kunstenaars zijn een beetje gepreoccupeerd met geld. Dat is natuurlijk ook, ja, maar hoe verdien je nou geld als kunstenaar? Ja. Dit is natuurlijk een lastig onderwerp. Dus het zou kunnen dat het daaraan ligt. Dat weet ik eigenlijk niet. Maar ik wil dat ze er wel op komen. Want ik denk namelijk dat als je als kunstenaars zich bezig gaan houden met het web, die hebben hele andere redenen. Die hebben hele andere dingen waar ze mee bezighouden dan. Ja, die willen experimenteren. Die willen die verkennen veel meer van wat er ook mogelijk is. Op een andere is. Manier. En, kijk, wij verkennen ook wel, maar wij zijn op zoek naar hele praktische oplossingen. Ja, we zijn op zoek naar functionaliteit of leesbaarheid. Ja. Of dat performance. Dat optimaal gebruikt wordt of wat ook. Dus als we iets gaan onderzoeken en we gaan iets maken. Ja. En dat als het bij ons dan niet voldoet aan bepaalde eisen, zoals performance, dan zullen we het niet doen. Dan gaan we het gewoon negeren. Wij gebruiken ons gezond verstand. Ja. Irritant. En dat is natuurlijk heel erg goed. En dan kom je tot prachtige conclusies. Maar ik denk, bijvoorbeeld, stel nou dat je een kunstenaar, die kan gewoon zeggen, oké, performance, dat is interessant. Misschien ga ik eens kijken wat er met anti-performance gebeurt. En als ik nou dus de boel omdraait. Dus ik ga echt zware, juist hele zware objecten sturen. Of juist heel veel objecten naar de mensen te sturen. Dat je browser traag wordt of zo. Ja, kijken wat dat doet. Kijken. En het zou best wel eens kunnen dat daar hele wonderlijke dingen uit voortkomen die nuttig blijken te zijn uiteindelijk. Dus ik mis dat artistieke onderzoek mis ik heel erg op het web. Dat is er gewoon helemaal niet. En dat is dat is raar, want het web is nou juist een heel vet medium. Ja, inderdaad. Ja. Nou, ik kan je misschien voor een heel klein deel tegenspreken. Een van de aspecten van het web is natuurlijk ook social. Dat mensen makkelijker sociaal kunnen zijn. Ja. En toevallig had een vriend van mij echt een aantal jaar geleden, dat is zeker 8 jaar geleden, een experiment gedaan over verantwoordelijkheid. Verantwoordelijkheid op het web. Hè. Ja. De vraag was eigenlijk van, het internet als community, hebben die een gevoel van verantwoordelijkheid? Oh, ja. Dus wat hij deed was, hij zette wat vissen in zijn kamer. Hij zei van, jongens, ik ga een maand op vakantie en jullie zijn verantwoordelijk voor het voeren van de vissen. Ja, het enige wat je hoeft te doen is op het knopje te drukken op de website. Ja. En dan zie je het molentje draaien en dan vallen de spulletjes erin. Nou ja, maar daar wordt inderdaad met data en met social en met gedrag, daar wordt veel mee geëxperimenteerd. Ja. Daar zie je inderdaad kunstenaars actief zijn. Maar op het
op mijn vakgebied, wat is echt, nou ja, noem het maar grafisch ontwerpen. Ja, ja, precies. Dat is eigenlijk wat we doen. Daar ontbreekt de invloed van kunstenaars. En dat vind ik wonderlijk, want als je bijvoorbeeld, ik begin die column ermee, dat een kunstwerk wordt natuurlijk ook op verschillende manieren gezien. Het is een beetje afhankelijk van waar het hangt in het huis. Het is een beetje afhankelijk van wat voor kleur muur, wat voor lijst er omheen zit, ja, wat voor licht erop schijnt, of het dag of nacht is. Wie het koopt. Ook, weet je, of het überhaupt gezien wordt, of het misschien wel in een depot zit en dat het theoretisch alleen nog maar bestaat. Theoretische kunst. En dan heb je met beelden, weet je, daar is ook weer afhankelijk van. Staat een beeld buiten? Staat het binnen? Is het klein? Is het groot? Dus de manier waarop iets ervaren wordt en bekeken wordt, dat is afhankelijk van nogal wat dingen. Maar op het web zijn er nog veel meer manieren die invloed hebben. Veel meer dingen die invloed hebben. Ja. En ook dat inclusief lijkt inclusief de echte wereld. Ja, inclusief al die dingen die ook voor beeldende kunst gelden. Heb je er nog een paar. En ik vind het echt wel een, nou ja, fascinerend onderwerp wel. Van dat daar zouden kunstenaars. Ik wil die invloed van kunstenaars daarop. Ik wil dat ze daar wat mee gaan doen. Maar het is iets ook natuurlijk wat ze van oudsher ook hebben gedaan. Die hebben zich bezig gehouden met hoe kijken mensen en hoe beleven mensen het werk wat ik maak. Hoe wordt het ervaren? Juist iets wat kunstenaars altijd hebben gedaan. Maar is het niet ook zo dat kunstenaars heel erg of vaak hun werken die het meest tot de verbeelding spreken, die zijn vaak reactief. Ja. Kijk naar bijvoorbeeld ergens in de jaren 2000 was er een soort van plotseling een punkstroming van typografie. Waarin mensen zeiden, leesbaarheid, dat is eigenlijk. Waarom zouden we dingen leesbaar maken? Mm-hmm. Weet je, we gaan ons complete artikel in Wingdings afdrukken, zodat niemand het kan lezen. Ja. En, hoe heet die man ook alweer? Ja, ik weet niet, hoe heet het onze collega? Die heeft daar een hele studie van gemaakt. Maar ja. De heer Poppink. De heer Poppink, inderdaad. Onthoud die naam. maar dat soort reactieve dingen, zo wat echt met een kont tegen het krip van dit is de gevestigde orde en daar moeten we iets tegen doen of we willen dat in twijfel trekken. Ja. En dat vind ik wel, dat zou misschien moeten gebeuren, maar misschien is wat nu op het internet gebeurt zo bizar mainstream dat daar eigenlijk heel weinig, ja, dat zou eigenlijk. Ik heb het nog niet eens echt over anti-kunst. Daar is misschien, zijn we daar nog in een te vroeg stadium voor. Ja. Dat zou kunnen. Dat ik vraag me af hoor. Ik kan me heel goed voorstellen dat je. Ik bedoel, nu is er al heel erg veel. Op mediagebied gebeuren er zulke bizarre dingen. Dat iedereen, alle media lopen netjes in lijn. Puur vanwege alle financiële belangen. En hoe heet het? Er zijn maar weinig media die zich daar tegenkeren. Zeggen van. Hé, hey, wat jullie nu allemaal in de media krijgen, is dat echt iets wat. Hoort dat wel? Zeg maar, is dat wel de waarheid? Is dat wel iets? De waarheid. Ja, als zoiets zo bestaat. Ja. Maar goed, dat is meer over de media. Maar ik denk dat zeker kunstenaars daar ook nog wel. Waar zijn ze dan? Hè? Ja, ik weet het dus echt niet. Ik heb laatst met een kunstenaar gesproken erover. Ja. Erg leuk dinertje. Georganiseerd door collega Wiebe. En daar vroeg ik dat ook. Waarom zijn jullie niet op het web? En er was één kunstenaar daar die zei ook van, nou ja, het zou kunnen dat het inderdaad aan geld ligt. Van hoe verdienen we er geld mee? Mm-hmm. En het andere was, hij zei, ik weet het gewoon helemaal niet. Nee, geen verstand van. Dit wist ik niet. En hij had het juist erover dat hij zo'n fan was van Flash. En dat kunstenaars juist liefhebbers waren van Flash. En Flash heeft juist dat tegenovergesteld. Hè? De Flash geeft iemand de totale controle over hoe iemand het. Tenminste, geeft iemand de illusie van totale controle over hoe andere mensen het werk gaan zien. Daarom is Flash ook zo ontzettend ongeschikt voor het web. Ja, inclusief de beperkingen natuurlijk. Ja, want kijk, Flash was geschikt voor mensen met Flash geïnstalleerd. De juiste versie van Flash ook nog eens. Ja. En mensen met een muis. Ja. En toen kwamen er andere schermformaten.
toen kwamen er mensen zonder versies van Flash en toen kwamen er ook nog mensen met andere inputtypes dan een muis. Dus ik snap het wel dat mensen die totale controle willen over hoe iemand anders het werk ziet, maar dat is juist natuurlijk veel minder interessant. Ja, ik wilde juist zeggen, we hadden het vorige keer hadden we het over responsive. Maar als je mij vraagt, is responsive een fantastische manier om kunst tot leven te brengen. Ja. En er zijn ook kunstvormen waarin kunstenaars juist het ongrijpbare, het oncontroleerbare als belangrijke factor zien. Ja, ja. En dus juist. Kan je voorstellen dat jouw kunst vormen gaat krijgen die je zelf niet eens kan voorstellen als kunstenaar. Ja. Nou, precies. Maar die moeten dus, moeten we ze opnieuw opleiden? Nou, ik weet niet hoe ik in contact met ze kom. Ik probeer contact te krijgen bij academies. Mm-hmm. Kunstacademies. Ja. Ja. Maar dat gaat. Ik moet eerlijk zeggen dat ik daar ook niet heel hard achteraan ben. Dus mochten jullie mensen kennen bij academies of mocht je op een academie werken, ja, Nodig me eens uit. Ik kom graag eens langs. Ik geef graag gastcolleges of andere activiteiten. Biertjes ja, drinken ik kom ook met kunstenaars. Ja, leuk. Ja. Nodig me uit. Ik kom graag langs. Of we organiseren iets bij wijze van spreken. Ja, dat kan ook. Alleen heb ik ontdekt dat ik zelf heel slecht ben in het organiseren van dingen. Oké. Dan moeten we daar iemand voor vinden. Ik ben heel goed in het verzinnen van dingen. Maar als ik het daarna moet uitvoeren, dan heb je aan mij helemaal niks. Nee. Ja, we zijn hier goed in. Dit redden we redelijk. Ja. De wasstraat. Aardig. En dan lullen we het bandje vol en dan is het klaar. Ja. Maar ik denk zeker dat we daar... Want de vraag is zit het ermee in educatie weer? Hè? Dan komen we weer terug op educatie. Want je weet dat kunstenaars die destijds kunst maakten, ja, die doorbraken eigenlijk ook wel hun eigen vaardigheden. Hè? Die werden opgeleid als beeldhouder of schilder of wat ook. En die zeiden ook zo van, maar wat nou als we het vuistdik op het canvas plakten? Ja, blijft dat zitten? Ja. Of laten we kunst maken die vergankelijk is? Ja. Of juist voor eeuwig? Maar het kan ook zijn natuurlijk dat de academies op dit moment met totaal andere dingen bezig zijn. Ja. Dat zou heel goed kunnen, want ik ben helemaal niet meer zo thuis in de hedendaagse kunst. Dus wellicht houden ze zich helemaal niet bezig met hoe dingen eruit zien. Nee. Dat zou heel goed kunnen. Ja. En dat dus het web totaal oninteressant voor ze is. Of dat eigenlijk materie aan zich totaal oninteressant is. Ja. Nou, voor het visuele aspect misschien wel. Er is natuurlijk een belangrijke uitzondering. Het kan heel goed zijn dat mensen, dat kunstenaars ook zijn verschoven naar andere gebieden waarin ze bijvoorbeeld meer controle kunnen uitoefenen. Dus dat is niet het web, maar bijvoorbeeld muziek en VJ-achtige werken. Waar je ook nog eens een goede cent mee kan verdienen. Ja. Ik weet een heleboel VJ's die prachtig werk maken. Het is niet dat ze bang zijn voor computers, integendeel. Nee. Maar ze doen niks met het web. Maar ze gebruiken andere tools misschien ook. En willen misschien ook andere manieren. Het zijn ook andere tools. Voor een deel is het ook tooling. We hebben gewoon hele slechte tools voor het web. We hebben gewoon... Ja. Het is gênant. En dat komt natuurlijk komt het door Adobe. Die gewoon het maar niet snapt. Maar het komt natuurlijk ook door... Ja, maar wij snappen door het zelf niemand ook niet. Niemand anders die het maar doet. Wat? Je ziet nu heel veel tools hier ontstaan om web te designen. Maar die zijn gewoon niet, die zijn niet compleet. Nee. Die zijn niet goed genoeg. Maar laten we dat dan ook doen. Laten we de rest van de wereld, inclusief onszelf, ook de schuld geven. Van, wij maken die tools ook niet. Nee. Verdorie. Dus ga eens aan de slag. Ja, ik weet ook helemaal niet hoe dat moet, joh. Dat kan ik toch helemaal niet. Nee, maar ik weet wel hoe zo'n tool eruit zou moeten zien. Ja, precies. Nou ja, ik zei al, ik ben heel slecht in het organiseren. Heel goed in het bedenken, dus mocht iemand een tool willen, ik kan het je uitleggen. Ja, als er programmeurs zijn die een pet project maar nodig hebben. Nou, het is geen pet project, het is een complex ding. Dus als je funding hebt, oh ja, precies. Ik heb je idee. Ja, zie je echt mensen en zo, oh, ik heb nog geld over. Ja, precies. Shut up, take my money. Een ander onderwerp wat ook interessant was deze week, dat is dat Google heeft besloten om een eigen rendering engine te gaan bouwen.